Koekoeroe. Hoe zeg je dat ook alweer? Ja, die Gilbelen. Dat is een van de masterstukken die daar zijn. Het namelijk over manifestatie. Anderhalf jaar geleden, dag Gilbelen. Koekoeroe. En in één keer was het er. Natuurlijk niet. Hij heeft meer dan 56 topspecials geïnterviewd. Over alle de gebieden van het leven. En uiteindelijk heeft hij daar de 24 toppers uitgekozen om ervoor te zorgen dat de komende 3 dagen giga interessant zijn. Nu is de kwestie alleen voor jou en ook voor mij om er de kop bij te blijven. Daarom is het belangrijk om gewoon ons gedrag te sturen. We weten langzamerhand allemaal al dat ons gedrag gestuurd wordt door onze emotie. En onze emotie wordt bepaald door onze focus. Waar letten wij op? Wat vinden we belangrijk? De vragen die we onszelf stellen. Wat is het nut? Waarom zit ik hier? Waar ben ik mee bezig? Waar dient het voor? En als laatste is het onze fysiologie, ons lichaamsgebruik. En op die manier sturen we onze stemming en daardoor sturen we ook ons gedrag. Maar ook belangrijk is, gewoon om de komende 3 dagen vol te houden, is onze perceptie. Dat we kijken naar onze perceptie. Wie zijn wij? Want het vooroordeel van gisteren is het vooroordeel van vandaag. En daarom is het zo giga belangrijk om je lichaamsgebruik elke keer te veranderen. Zodat je je perceptie kunt veranderen. Dat je het van links kunt bekijken en van rechts kunt bekijken. Dat je een andere bril op kunt zetten als het ware. En als je die elke keer die andere bril op kunt zetten, dan zul je andere dingen horen en andere dingen zien. Want een wc-bril is niet alleen daarvoor, maar het is ook om doorheen te kijken. En als je die vaardigheid hebt, dat je je eigen gedrag kunt sturen en je eigen perceptie kunt sturen, dan gebeuren er andere dingen. Want namelijk de beperkende overtuiging die de velen van ons hebben, dat is, ja maar, als ik nou werkelijk zo ga leven, dan verlies ik mijn geld, dan verlies ik mijn zekerheid, dan verlies ik mijn waarde, dan verlies ik dat allemaal. Maar dat wordt een keuze, dat als je die 24 workshops geleefd hebt en je hebt ze bestudeerd en je hebt erover nagedacht, dan weet je voor jezelf, het is mijn keuze. Want geld maakt niet gelukkig. Natuurlijk drukt het er wel een klein beetje bij. Maar geld maakt niet alleen maar één ding. En dat is zekerheid. En die zekerheid is er, en dat weten we nu allemaal sinds corona, is eigenlijk een farce, is een illusie. En daarom hebben we nodig datgene wat we allemaal hebben. En misschien zijn we dat vergeten. En dat is gewoon aangeboren. De flexibiliteit die in jou zit. En die flexibiliteit kun jij gebruiken om even bij de les te blijven. Door even je lichaamsgebruik te veranderen. Om jezelf even een andere vraag te stellen. Om even een stuk papier te vragen. Of gewoon eventjes anders te doen en tegen je kinderen zeggen. Terwijl je dit leidt naar koekeroe. Van kinderen zijn even stil. Of kom even kijken. Zodat ze ook wat kunnen leren. En als je dat allemaal beseft. Dat je anders bent dan dat je anders bent, dan komen er misschien mensen die denken, ja, maar als ik zoveel aan mezelf werk, dan denk ik alleen maar aan mezelf. En dan ben ik eigenlijk een egoïst. En ik zou je willen vragen om dat te willen veranderen. Want het is niet zo dat je een egoïst bent. Het is alleen maar een kwestie van dat je de prioriteiten verlegt. You are the center of the universe. Je hebt meer dan 32 triljoen neuronen die tot in de 32 triljoenste macht verbindingen met elkaar kunnen maken. Dat wil zeggen dat je meer verbindingen kunt maken daarboven in je hoofd als dat de moleculen zijn in het ons bekende universum. En als je dat gaat begrijpen en als je al die workshops hebt meegemaakt en de workshops hebt meegemaakt van manifestatie, van liefde, van seksueel genot, van mindsetting, van plannen maken, voor presteren, kortom, dan heeft dat eigenlijk als het ware dat je leven zo wordt, dat je als het ware zinnebeeldig, metaforisch, deze steen hebt. En we hebben het allemaal wel gedaan als kind zijnde. Dat we die steen namen en dat we het in de vijver gooiden. En dat we zagen dat op het moment supriem dat die steen op het water kwam, dat er golfjes ontstonden. En aan het uiteinde van het golfjes was dan de oever. En de golven kwamen allemaal weer terug naar de plaats waar de steen de oppervlakte van het water had geraakt. Als jij straks de les in de praktijk brengt en je bent een beter mens geworden en in deze moeilijke tijd van corona, dat je gewoon de keuze hebt, pas ik mij aan of vind ik mezelf opnieuw uit, dan zul je merken dat al datgene wat je geeft, komt uiteindelijk terug. En elke avond voor het slapen gaan, stel je dezelfde 3 volgende vragen. Wat heb ik vandaag gegeven? Van mijn liefde, van mijn kracht, van mijn kennis, van mijn energie, van mijn vitaliteit. En wat heb ik geleerd van al de toevalligheden die op mijn pad zijn gekomen? En als je daar een antwoord op gekregen hebt, dan rest je nog 1 vraag te stellen voordat je avond gaat slapen. En dat is, wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op mag zijn? Geniet van de komende 3 dagen. Schrijf alles op. Maak notities zoveel mogelijk of neem het op om een recorder.
En als je dat opgenomen hebt of je hebt het opgeschreven, ga het dan leven. Zodat je weet dat deze 3 dagen een investering in zijn geweest voor de rest van je leven. Ik wens je kracht toe. Ik wens je schoonheid toe. Ik wens je liefde toe. Ik wens je tijd toe. Ik wens je perceptie toe. En we gaan elkaar weer zien aanstaande zondagavond om 5 uur. Om een recap te kijken en te maken van datgene wat wij meegemaakt hebben de komende 3 dagen. Make your life a masterpiece. Tjaka!